En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 1 juli. Tijdens de avond en nacht komen er nog enkele buien voor. Naarmate de avond vordert, verplaatsen de buien zich naar het zuiden. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgenochtend worden er lokaal enkele buien verwacht. Gedurende de middag en avond kunnen lokaal enkele lichte tot matige buien, soms met onweer, verwacht worden. Er is in de middag een kleine kans op een zware bui. In de avond en nacht kan er af en toe een lichte bui verwacht worden, maar het kan ook lange tijd droog zijn in alle districten, behalve Para, waar het tijdelijk bewolkt wordt met buien. In Brokopondo en Sipaliwini kunnen er perioden zijn met onweersbuien die soms gepaard gaan met windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen 1 juli vooral in de middag lokaal een matige onweersbui of zware bui mogelijk is. Ook windstoten kunnen worden verwacht.